Hi allemaal, ik ben Elena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En iedere keer vertel ik jullie dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom zouden jullie op 27 juni niet gaan naar de social media day seminar? Ik heb het gewoon goed gedaan, deze keer. <laughs> en dat kan. Want vandaag is Manuela van Inevitable weer bij ons in de studio en ze gaat ons alles daarover vertellen. Wat is een Manuela, ik heb mijn best gedaan. Ja, ja, ik heb ja, mijn is best goed gedaan. is <laughs> de ah. ja. social media day seminar. Goed zo. Yes. <laughs> Jullie gaan het weer doen. Yes, it's, uh, it's the social media month. En mm -hmm. um, op 30 juni is eigenlijk uitgeroepen tot uh, Social Media Day Internationaal. Mm -hmm. En yeah, ja, als social media marketing Agency zouden, zouden we ons geroepen om onze social media day celebration weer te vieren met Suriname. We zijn blij dat jullie dat doen. <laughs> <laughs> ja, want uh, het social media landschap blijft niet stilzitten. Nee, het nee. wordt groter en groter en groter. Klopt. Jullie hebben het net als vorig jaar, of oh, eigenlijk dit jaar, weer iets anders aangepakt. Klopt. So, what is going to happen this year? Nou, dit jaar eigenlijk hebben we als na-covid, um, wilden we een beetje kwaliteit geven aan onze social media day celebration. Dus we zijn twee jaren terug al begonnen om het een beetje commercieel te maken. Dit jaar zijn we nog uitgebreider gegaan om echt die, uh, die kick-off te geven naar de Social Media Conference van dit mm -hmm. jaar. En dan hebben we dus uh, de Social Media Day Seminar eigenlijk tot een driedelige dag gemaakt, waarbij we een corporate track hebben, een creators track en een exhibition uh, gedeelte. Oké. Okay. Dat is veel, hè? Ja, ja. ja voor een Social ja, ja. Media Day Celebration ja. weet ik dat je dat niet gewend bent van ons. Nee, so, laten we even die drie uh, dingen ontleden. En, en dan houden we er dieper op in. Oké. Okay. De uh, corporate track zegt het basically al. Basically het uh, gaat meer om het corporate gedeelte. Bedrijven, uh, marketeers, mensen die geïnteresseerd zijn in social media marketing. En eigenlijk kleine business owners die het optimale uit social media willen halen. Dit jaar gaan we ons focussen op uh, TikTok voor brands uh, vanuit het corporate gedeelte. Natuurlijk zien we veel dat uh, er. Creators bezig zijn met TikTok. Maar we willen uit, ook de, het uitgangspunt vanuit het bedrijfsleven, de, de leiding uh, geven aan, aan de mensen. Wat zij denken over TikTok en waarom bedrijven op TikTok moeten zijn. Natuurlijk hebben we ook uh, topics als engagement. Um, engagement is basically the holy grail van social media marketing. Uh, social media is eigenlijk om een community te bouwen. En als je gewoon een, een, een post plaatst. Like dit of weet je, is, is je post gauw voorbij, mm -hmm. maar de kwaliteit van je, van je content moet spreken mm -hmm. om met je, met je publiek te kunnen engageren. Daar gaan we dus tips en tricks delen met uh, tijdens het corporate gedeelte. Mm -hmm. En natuurlijk webcare. Uh, we hebben ons niet altijd gededicateerd aan webcare en we wilden dus dit jaar ook een beetje de focus leggen daarop. Hoe belangrijk het is. Juist, hoe belangrijk webcare is. En, uh, alles is het een like geven op een comment van een, een, een customer, is eigenlijk al een appreciation naar de customer. Dus een beetje meer diepgang uh, daarin. Ja. Nou, en dat, dan is heb... dat is het corporate gedeelte. Dat is maar een <laughs> het corporate gedeelte. Het klonk al de hele dag. Dat is, is maar het tipje hoor. van het corporate gedeelte. Natuurlijk um, mm -hmm. hebben we nog meer topics. En dan hebben we onze creators gedeelte. Nou, iedereen vraagt ons eigenlijk altijd. Hoe maak ik geld met social media? En dan gaan we dit jaar alvast een, 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 een voorproefje geven. Want uh, een van de belangrijkste topics is dus uh, monetizing van uh, je content op social media. En dit jaar gaan we ons even beperken tot artiesten en uh, content creators. Maar zijn we allemaal niet content creators? Um, ja, maar. Voor, de, voor bedrijven, um, hun type content is anders. Is, is, is branded-related, heeft meer diepgang dan wat een content creator. Content, een content creator is vrijer met zijn of haar content. <laughs> Terwijl ik zo naar je <laughs> luister, ik, ik schiet me gewoon net uh, een vraag te binnen. Dus ik hoop dat je me kan helpen ermee, want je had ja, het over de monetization ja, en, en ook de corporate uh, businesses voor wie social media ook. Uh, Ieder jaar interessanter wordt en dat je gewoon online moet zijn. Maar voor instance, stel een groot bedrijf dat op TikTok nu ook gewoon echt content gaat beginnen te maken en heel veel views gaat krijgen. Als ze het bijvoorbeeld best wel goed doen, kunnen zij als bedrijf dan ook weer geld genereren? Ga je eerlijk zijn, dat is echt een interessante vraag. Mm -hmm. um, voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, zou ik echt zeggen om even snel te komen naar de social media, Day seminar. Want over monetization, dat gedeelte, ga meteen. Erop inspringen. Dat gedeelte is free. So if you're a creator, if you want to monetize your social media content, it's free. Dus kom die tips en tricks. En als je in het publiek zit en deze vraag wilt stellen, stel het aan degene die dit gedeelte gaat coveren. Oké, okay, nee. Ja. Ik kan gewoon even zeggen nee. Ik kom gewoon daar. <laughs> dat is goed, ik zal in het publiek zijn en die vraag, en die vraag stellen, stel, stel, hoor. <laughs> <laughs> maar nee. I get you. Het is, een, uh, het is een goed punt om te maken. Het is, Um, elke platform home. heeft waarschijnlijk ook zijn eigen monetisatie, denk mm -hmm. ik. En um, elke creator is ook uh, beter op zijn of haar eigen platform. Dus TikTok, sommige zijn op Facebook. En elk platform heeft dus zijn eigen monetisatie. Dus ik uh, denk wel dat we dat gedeelte eventueel kunnen coveren tijdens dat social media die seminar. Oké, okay, perfect. Yes. Ik heb een mental note gemaakt. <laughs> dat is het tweede gedeelte, maar er is ook nog een derde gedeelte. Het derde gedeelte is de exhibition uh, gedeelte, het exhibition gedeelte, waarbij lokale en internationale bedrijven dus um, een boot gaan hebben mm -hmm. en hun producten en diensten um, zullen presenteren aan de bezoekers die, die op dat moment daar zijn. En natuurlijk kunnen er potentiële klanten voor hun, voor creators, weet je, er kunnen samenwerkingen ontstaan. Want voor een om um, zulke evenementen te organiseren is voor ons altijd netwerken belangrijk om um, um, duurzame relaties te kunnen op kunnen opbouwen. Mm -hmm. Yes. All right. nee, klinkt helemaal goed en spannend. Het <coughs> is op 27 juni. Yes. En yes. um, als ik geen bedrijf ben, kan ik natuurlijk niet naar het eerste gedeelte. Natuurlijk kan je wel. Ja, natuurlijk. Als je, als je, je bent social media minded, je wilt veel meer uit social media halen voor jezelf als personal branding of mm -hmm. zo, is het natuurlijk interessant om um, voor jou ook daar te zitten. Oké. Okay. Dus iemand die nu zou kijken, die denkt van, oké, okay, ik, ik wil toch wel meer weten, dan ga ik me registreren voor de corporate version. Ja. En als ik niet genoeg geld heb, maar ik wil toch gewoon komen, dan wacht ik voor het creator gedeelte. Uh, om eerlijk te zijn, lopen onze creators track en onze corporate track simultaan. Mm -hmm. uh, voor degenen die onze social media conferentie gewend zijn, klagen daar ook altijd over. Ja, maar ik wil beide volgen. Maar helaas kan dat niet. Keuzes moeten, ja, gemaakt, ja, worden. moeten gemaakt worden. Dus voor degenen die geen budget hebben, maar toch um, on top of mind willen blijven over de social media trends in Suriname, kunnen naar onze uh, creators track komen en natuurlijk onze exhibition gedeelte. Alrighty. En voor het corporate gedeelte, voordat ik dat vergeet, dat mm -hmm. is 100 US dollars per persoon. En dan heb je toegang mm -hmm. tot het hele event. Ik ben blij dat je het niet bent vergeten. <laughs> Dat is belangrijk om te weten. Oké, okay, dit wil zeggen dat we <coughs> ons moeten registreren als we willen meedoen. Yes. How does it work? What is the deadline? De deadline voor registratie is op 25 juni gesteld. Mm -hmm. um, we proberen rekening te houden met mensen die last minute uh, willen registreren. Maar we willen dat natuurlijk beperken. Um, de registratie kan, vindt plaats via de website. Uh, www.socialmedia.sr mm -hmm. Daar ga je dus alle informatie over de social media die ze haar vinden. Oké, okay. yes. Nee. Duidelijke taal. Ze is gekomen als ze vertellen, maar eigenlijk als je alles wil weten, ga naar uh, hun website. En ja. daar wordt het in-depth. Ja, het programma <laughs> staat er ook op um, mm -hmm. hoe laat je precies aanwezig moet zijn voor welke sessies. Stel dat je bepaalde sessies toch niet zo interessant vindt. Kun je op een tijdstip komen waarbij um, er een, een, een sessie plaatsvindt, dat wel echt voor jou is. Maar ik zou het zonde vinden om niet de hele dag mee te maken als je daar 100 US dollar voor hebt betaald. Tuurlijk. Yes. Oké, okay. nee. Ik, uh, ik heb je gehoord. Ik moet gewoon daar zijn, want ik wil antwoord op mijn vraag. Jazeker, Helena. <laughs> ik, ik wil die antwoord ook, maar ik schrijf het ook op. Ik heb het ook opgeschreven in mijn mind. <laughs> Good. Voor je gaat, voor ik afsluit, heb je ook nog een social media tip voor ons sinds het Social Media Month? Sinds het Social Media Month. Ik um, <laughs> ga je eerlijk zeggen, mijn social media tip is. Niet met alles dat mensen posten op social media serieus. Het is een platform waar mensen zich uiten. Um, we really don't know what's going on in their mind. En als that het, het platform is waar ze zich uiten, don't take it personal. That's, dat blijf ik gewoon zeggen. Oké. Okay. Yes. Fair enough. Nou, ik wil je bedanken voor het komen. Bedankt voor de informatie die je met ons hebt gedeeld en ook voor de tip die je ons net hebt gegeven. Alsjeblieft. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Manuela van Ennevel bij ons in de studio. En op 27 juli, juni, correctie: organiseren zij de Social Media Day Seminar. En daar kan jij gaan, want ze gaan dan de kick-off doen richting de Social Media Conference. Maar het is gewoon een dag. Gericht op social media. Er is een corporate track. Er is een creators track. En er is ook een exhibition. Zoals so jij denkt van. Hé, hey, ik wil wel toch iets serieuzer gaan kijken. Voor mijn bedrijf. Voor mij als brand. Voor, voor anderen hoe ik social media services wil geven of verlenen. Dan is de corporate track iets voor jou. Je moet daarvoor wel registreren. En meedoen kost 100 dollar. Het is very intense. Heel veel informatie wordt gedeeld. Belangrijke vragen. Ook de vraag die ik heb gesteld. Daarop gaan ze daar antwoord geven. Dus je moet gewoon gaan betalen. They got you. It's gonna be worth the money. Maar zeg je, oh my god, I don't have enough money, but I do to be there. Dat is er ook de creators track. It's free. Dus ga vroeg aan, val is fall. En dan heb je het anders ook gemist. Zo, so, dan kan je naar die gaan. We denken aan iedereen. Als ik bij Inevitable zou werken, zou ik dat aan jullie zeggen. Maar verder is er ook nog een exhibition. Waar verschillende bedrijven een boot zullen hebben. Waar uh, er kan worden genetwerkt. Waar connecties worden gemaakt. En misschien is er voor jou ook een perspective business deal out there. Dus wacht niet langer. Block the agenda, 27 juni is de Social Media Day Seminar. Geef je op als je gaat voor de corporate track, 100 dollar. Other than that, just be there. En uh, remember de tip die Manuel heeft gegeven. Do not take anything personal what's on the internet. And remember, your time plus my time is Q-time. Mm -hmm. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.